Door prostitutie strafbaar te stellen zou mensenhandel en uitbuiting van sekswerkers worden bestreden. De actievoerders stellen dat de meeste prostituees tegen hun wil en vaak onder dwang dit werk doen. Wat je ziet is dat nu heel veel mensen uit Oost-Europa komen, die vrouwen hier naartoe brengen of vrouwen die zelf komen. En zowel de illegale als de legale prostitutie groeit daardoor heel erg. En wat je bijvoorbeeld ziet in landen als Zweden en Noorwegen, maar ook IJsland en Frankrijk, is dat de prostitutie en de mensenhandel heel erg afneemt. Doordat het kopen van seks strafbaar is en dan ook gewoon heel veel mensen besluiten, ik ga dat niet meer doen. De petitie zelf vind ik levensgevaarlijk. De plannen om, of het idee om het Zweeds model in te voeren, is iets wat uit onderzoek gewoon blijkt dat het meer geweld tegen sekswerkers op gaat leveren. We zien het in Zweden zelf, we zien het in Noorwegen. Dus met die kennis toch dit inbrengen in de Tweede Kamer, dat getuigt wel van sekswerkerhaat. De petitie wordt morgen in Den Haag aangeboden. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers heeft ook getekend. Er zijn veel slachtoffers in de prostitutie. Van dwang, uitbuiting, mishandeling. En misschien moeten we het over een andere boeg gooien. Dat is het verzoek wat ze doen. Daarover moeten we debatteren en dat verwelkom ik. En het is dan toch wel weer een soort van gênant dat er dan een groepje buitenstaanders komt die vanuit moreel religieuze opvattingen ook het sekswerk verwerpelijk vindt, dat die dan zogenaamd met een reddingsplan komen. Want het gaat gewoon meer geweld tegen sekswerkers opleveren.